Het gaat goed met Groningen, kunnen we wel zeggen. Na de Sint-intocht van 2013 en de Passion in 2014 lijkt Groningen eindelijk weer op de kaart te staan in Nederland. Maar weten onze BN'ers de stad ook al te vinden? Ik zoek het uit op het showbiz-event van het jaar, de première van De 12 Gezworenen van het Noord-Nederlands Toneel. Welke BN'ers geven acte de présence, wat drinken ze en vooral, what are they wearing? Ik heb een overhemd, een das, een broek en een jas aan. Juist. En dat is nou Gronings voor tenue de ville. Precies zoals op de uitnodiging stond voorgeschreven. En dan houd je je daaraan, toch? Nou, ik heb al een paar mensen gezien die door de mand vielen, hè? Want het blijft het nuchtere Groningen natuurlijk. Nou, ik heb niet echt op de glitter en glamour tenue de ville was voorgeschreven. Hoewel... Nou, een hoedje van de National Trust. Kijk eens aan. Dan krijg je een hond bij als je niet uitkijkt. Heel veel franjes. Franjes, hè? Dat doet het hem dan toch? Ja, toch, hè? Zijn ze daar nou goed in het noorden? Beetje op tutterie? Nee, ik vind ze bij ons beter. Aldus het kritisch oog van de modebewuste zuiderling. En verder? Verder? Wil je de rest ook weten? Nou, trek het eens uit. Mogen we eens kijken. Oh, de pot op. Trek jij eerst maar. Eerst nou. En bedankt. Verder. Vinger over de tanden. Maar verder ziet het er stralend uit. Ja, fijne voorstelling. Zeg, hè? Ja, dit was. Krantenbaas Dina Boonstra geeft ze gelukkig wel helemaal bloot. Nou, kijk eens even. En wat is het merk? Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Maar in Groningen gekocht. Kijk, daar scoor je punten mee, meid. Oké, maar nu begin ik me onderhand toch wel eens af te vragen. Welke BN'ers mogen we nog verwachten? Ja, Jacques d'Ancona verwacht ik. Oh, Jacques. Want die was ook bij de repetities. Ja, maar Jacques komt alleen nog opdraven als hij wordt ingehuurd. Als doekje voor het bloeden komt daar gelukkig nog wat jong en blond aanstormend talent aangelopen. Ik heb een hele bijzondere broek aan van Carhartt. Die heb ik uit Engeland. Couturier? Dat is een bekend modebedrijf uit Engeland. Wat vind je? Nee, goed. Het is heel eigen. Zo, toch? Zoveel talent. Je zou er haast onverschillig van worden. En dan, hoog bezoek. Een BN'er die we allemaal wel kennen. What are you wearing? Wauw, gewoon een jasje. Maar wel een beetje... Nou, gewoon een jasje, het is me nog wat. Een jasje met een dasje, ja. Okay. Maar er zijn geen couturiers aan bij betrokken? Nou nee, ik heb het gewoon ergens gescoord. Zo, die hebben we vastgelegd. We kunnen naar binnen. Nog 2 uurtjes met een pastinaak in de reet van de hoge cultuur genieten en we mogen alweer aan de borrel. Oh, maar voor het zover is, mag ik u voorstellen... Ola Mavalani. Ja. Ai, 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 Ola is de koningin van het bal en regisseuse in hart en nieren. Dus ze neemt ook meteen de regie van ons gesprek maar even over. Dank je. Vakvrouw. Zo, de schaapjes zijn de zaal ingedreven, dus de voorbereidingen voor de afterparty kunnen beginnen. Het niet komen opdagen van de DJ geeft nog de nodige stress... Maar gelukkig is het hot and happening barpersoneel al wel gearriveerd. En dan nu, de napraat. Cast en crew, een goede première? Ja, denk het wel. Ik weet het niet zo heel goed. Goed, denk ik. Dat moet je aan het publiek vragen. Hè? Ik heb gespeeld. Oh, nou, de gewone man dan maar. Fantastisch. Ik vind dit fantastisch. Ik ben van Wijk Jury. Het decor, hoe... De mensen ook in het decor. Grote bedankt voor regisseur en acteuren. Zoveel werk zit in. Het is keihard gewerkt. Ja. Je kunt iemand gewoon zo baf, weet je wel, in zich. Nee, ik ben heel wijze van. Ja, ja. Ach, we zijn natuurlijk ook maar in de recensie van 1 iemand geïnteresseerd. Hola, mogen ze blijven? En op zondag komt het bij elkaar en je hoopt. Want je doet het voor het publiek, hè? Je hoopt. Dat ze zien, je werkt zo en dan ga je ineens. Dat vind ik zo'n mooie energie. En, ach, is dat nou toch, Jacques? Meneer d'Ancona, mag ik u vragen, wat vond u ervan? D'Ancona? Oh nee. De party wil nog niet helemaal de party worden die je van echte theaterdieren mag verwachten. Maar dat weerhoudt mij er niet van om volop te genieten van een lekker gesubsidieerd natje en droogje. Tip, 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 so bang, lips.
is dan alles wieder goed. Ja, dat is Mexicanisch. Tippi tippi tip, so bald kan lieb, so sind dan alle wieder froh. In schönen Mexiko. Ik geef toe, het hakt er wel in en ik leg bijna het beltje erbij neer. Maar dan? Oh la la. Als Ola er een beetje van haar mooie energie insteekt, wil het dan toch nog een heel Amsterdams feestje worden. Marjolein Rover, Marjolein TV, Stad Schouwburg Groningen.